Dat maakt niet uit. Want die Bombarda, met alle respect voor, het is een aardige kerel en het was een goede voetballer, maar hij schopte er niet één meer in de laatste tijd. Hè? Dat komt wel weer. Die jongen, als hij maar vertrouwen krijgt, ja? Ja, in zo'n huis heen, Cambuur heeft ontzettend veel belang bij zo'n jongen. En ik denk dat hij daar heel goed doet. Hmm. En hij draait misschien nog 2-3 jaar mee. Ja. Nou, dan lijkt me dat een mooie afsluiting voor het Harreshuis heen. Nou, ik ben heel benieuwd of hier mensen op reageren. Want nou, als ik uit mijn hart zeg, meneer Van der Zee, wat ik ervan vind, dan zeg ik... Ik vind dat een heel verkeerd plan. Ik ben blij dat er nog één echte FC Groningen ook nog een keer een bloedvorm is en doelpunten staat te maken daar in het elftal. Ja, maar kijk, er zit meer achter. Zo'n huizing. Ja, maar u gaat de zakenman uithangen. Laten we toch eens om het voetbal kijken. Dan wil je toch zo'n huizing nou niet kwijt. Meneer Van der Zee. Nee, maar hoe lang draait huizing nog goed voor FC Groningen? Nou, voor mij... Hij is blessuregevoelig. Hij heeft nu 2 goede wedstrijden gedraaid. Ja. Maar het is nou, stel dat er nog 2 bij komen, dan denk ik dat het ook alweer het einde is. Het is toch geen oude auto waarvan je zegt van nou, ik denk dat je binnenkort een probleem aan de uitlaat krijgt. Ik doe hem maar eens weg of zo. Nee, maar je moet ze weg doen als ze goed zijn. En straks kun je er niks meer mee. Ik heb meneer Van der Werf op de andere lijn. Die haal ik er eens even bij, want ik kijk of ik het nou scheef zie. Meneer Van der Werf, bent u daar? Ja, goedemiddag. In Zuidhorn, hè? Ja. Hoorde u dit verhaal? Ja, ik hoor dit. Over Bombarda ben ik het met hem eens. Toch maar, wel? Met Bombarda wel, maar die huizing niet. Huizing ja, houden? Huizing moeten we houden. Ja, maar die man die... Hoe lang draait hij nog mee? 2 jaar? Nee, ik denk dat wordt van jaar tot jaar bekeken, denk ik. Maar die man die moet we houden, die scoort veel, maar die Bombarda, dat ben ik met je eens. Ja, inderdaad, dat vind ik ook. Mannen, wat zien jullie nou toch in die Bombarda? Die zit op de bank bij Willem 2. Misschien dat de Eredivisie kunnen niet doen, maar de eerste wel. Dit is geen Eredivisie waar we nou spelen. Hij moet straks tegen Telstar en tegen een top os. Nou, misschien die jongen die rent erdoor, maar die scoort de ene na de ander. Het verschil met vorig jaar is, Groningen die is nou veel in aanval. We zijn nou bij de tegenstander en doelgebied. Nou, en dan heb je Bombarda nodig. In een kleine ruimte. Als je in de Eredivisie zit, dan heb je geen Bombarda nodig, want dan komen er maar aanval. Bombarda is een man van de kleine ruimte. Maar van die huizen... We krijgen straks allemaal teams. Meneer Van der Werf uit, waar woont hij? Zuidhorn, hier woont hij. Zuidhorn. Ja. We krijgen straks allemaal teams, die kruipen allemaal met 8-9 man in de verdediging. En dan is Bombarda op zijn plaats. Maar dat met Huizing, dat snap ik niet. Huizing, die moet je dus... Nee, maar Huizing... nooit. Oh, ja. Dus meneer... Hallo, met wie spreek ik? Met u spreekt met Geert Noeken. Dag meneer Noeken. Ik wilde even reageren naar aanleiding van overschrijvingsperikelen voor voetballers die op dit moment in de stad niet voor hun vereniging kunnen uitkomen omdat bij de KNVB de boel niet op orde is. Ja, maar we willen het eerst even hebben over Huizing houden of Huizing weg en Bombarda. Wat is ja, goed of nou, slecht? Mijn probleem is dat in de amateursector daar... Meneer Noeken? En dat gaat voornamelijk bijvoorbeeld mijn zoon, die heeft overschrijving. Hallo. Hallo meneer Noeken. Binnen de KNVB. Nee, doe meneer Noeken maar eventjes, want daar zijn we nog niet aan toe. Nee, ik dacht eventjes, heren Van der Zee en Van der Werf, dat we nog een derde mening hierbij kunnen nou, voeren. Nou, ik had zeker al een reactie verwacht van een verwoed... FC Groningen man, oh, dat is er ook meneer om, Geertsema uit Groningen. Die Ensteen, die is heel veel. Wie? Die Ensteen. Ja, die ook. Nee, ik bedoel een of andere Geertsema. Oh ja. Die is ook altijd vrij positief over Groningen. Maar ik heb een tip gegeven aan Jan van Dijk. Nou? CC van Willem 2. Moeten ze die maar in ophalen? Nou, dan alle twee maar. Bombarda ook. Nee, maar die CC ook, die heb ik hier gezien in Groningen. Hij kreeg een rode kaart, door die van. Maar hij was wel heel goed. En die zit nu ook op de bank, geloof ik, daarin. Ja, ja. Dat is misschien een tipje voor Jan van Dijk. Hoorde je ook nooit. Ik heb een zegje gedaan, meneer. Hallo? Ja, ik heb geloof ik... hallo? Meneer ja, Huizinga? Lief? Huizinga? Ja. Ja. Uit Hoge Zand. Goeiedag. Ja, Harris nou. Huizing? Lief? Harris Huizing? Nee hoor, nee. Huizinga? Huizinga. Ja. Nou, ik vind het grote onzin wat die ene meneer zegt, dat Harris Huizing weg moet. Dat ze die moeten verkopen. Bent u dan nog meneer Van der Zee? Oh, hij gooit gauw op. Oh. Ja, hij durft niet. Wat is namelijk zo, Huizinga, Hannes Huizing, ja. Is de trekker van FC Groningen op dit moment. Dacht ik ook. En Bombarda, die mag best terugkomen. En ik geloof ook dat hij altijd weer terug zou komen. Dat hij een heel goed figuur zou slaan in FC Groningen. Ja, gelooft u dat ook? Ja. Maar waarom ging het dan zo slecht met hem de laatste tijd? Want hij maakte er echt niks van, hoor. Nee, maar u moet niet vergeten, het teamgeest was op dat moment weg. Hmm. Als het teamgeest goed is, dan kan Bombarda die kan er heel goed in meedraaien. Want het is namelijk een hele gevoelige jongen. Oh. Hoe weet u dat? Nou, moet luisteren, ik ben zelf al 20 jaar bij de KNVB actief als vrijwilliger. Ja. En ik zit zelf heel veel in het voetballen. En wat meneer Noeken zegt, dat de KNVB dwars ligt, dat is niet waar. Radio Noord, met wie spreek ik?
Is dat meneer Grasdijk? Jazeker. Hallo. Goedenavond. Ja, ik wou ook even iets zeggen over het voetbal. Het hele contractbewegen wat er is, dat moet direct van de baan. Het wat? Het contract vastleggen van spelers en dergelijke. Alles? Overal? Ja, gooi dat maar weg. Dat heeft geen hele zin. Hele wereld? Dit heeft geen zin zo. U gaat de wereld veranderen? Ik wil de wereld veranderen en verbeteren. Ja. Het zal misschien niet lukken. Stuit het u zo tegen de borst, meneer Grasdijk? Ja, dit is niet normaal. Ik vind het ook grote competitievervalsing wat er is. Pak nog zo'n jongen Mols. Ja. Die jongen die speelt fantastische wedstrijden. Nou, nog 1-2 wedstrijden in. Dan zit hij ook bij een andere club. Utrecht die zit er weer zonder. Nou, ga zo maar door. Manje weg. Maar zo gaat het nou eenmaal overal in de betaald voetbalwereld. Ja, maar wat heeft nou contracten voor zin? Ja, nou, ja dat zie je aan de gang. Kijk eens even naar de broertjes De Boer. Wat vindt u daar nou van? Schandalig. Nou ja. Ik vind het gewoon schandalig. In ieder geval als ze dus na een half jaar al zeggen van we gaan er vandoor. We willen niet meer spelen, we kunnen geen motivatie meer opbrengen. Nou, dat soort argumenten, dat gaat er mij dus niet in. Ik vind het fantastische voetballers. Ik ben er ook grote fan van. Maar op deze manier dan, nee, dan heeft het voor mij geen zin. Dat hele contract wat getekend wordt. En verder, hallo? Ja, ik ben er. Ik luister ademloos naar u. U luistert ademloos. En verder dan, ja, dan hoor ik daar Van der Zee en wie was er nog meer... over Bombarda weer terughalen. Ja, en wat vond u van het idee om die oude Harris Huizing dan maar even voor een patiënt weg te doen? Dat is toch niet te geloven? Meneer Grasdijk. Het is een aantrekkelijk voetballer op dit niveau in Groningen. Ja. Toch vind ik eigenlijk wel dat Groningen toch niet moet zorgen dat ze nog weer een goede spits erbij krijgen. Ze moeten eigenlijk ook niet promoveren. Oh. Groningen die moet gewoon 2-3 jaar goed in de opleiding gaan voor straf. Werken. Nee, niet voor straf. Opbouwen. Maar ze zijn financieel zo slecht bij kas. Ja. In de Eredivisie hebben ze daarin niks te zoeken. Ze kunnen niet de spelers aantrekken die ze hebben nodig. Die ze nodig hebben voor de Eredivisie. En ja, ik denk Harris Huizing. Het lijkt nog niet zo'n heet idee. Want als die toch belangstelling heeft. En er toch een aardige prijs voor moeten halen. Nou, wat valt u mij nou af, meneer Grasdijk? Hoezo? Nou, we willen toch Harris niet missen. Dat willen we toch niet? U toch ook niet? Daar willen we toch van genieten? Jawel, maar dat is echt gewoon dat er beter van kan worden. Ja. En ze moeten echt... U bent tegen het contract denken, maar u wil wel beter worden van Harris Huizing. Want hoe kon u me dat nou eens even uitleggen? Ja, beter worden van Harris Huizing. U bent stil nou, hè? Ik ben eventjes stil. Oké. Okay. Hey, heb ik hier... Ik heb wacht even, hoor. Is dat... Hallo? Ja, hallo, wie heb ik daar? Andelbeke nog een keer. Oh, bent u weer terug? Ja. Ik wilde nog even iets kwijt over die man uit Sereburen, geloof ik. Over dat Harris Huizing verhaal. En maar verkopen aan Cambuur, wat ik allemaal nog hoor. Ik denk van jongen, volgens mij zitten de verkeerde mensen hier in de studio of zo, hoor. Of aan de lijn. Nou, niet in de studio, toch? Daar praat je toch niet over Harris Huizing, hè? Nee, kon nou. Ja, ik had een beetje geïrriteerd aan deze kant eigenlijk. Meneer Grasdijk, hoorde je dat? Ja, ik hoor het. Nou, dat geldt ook voor u, hoor. Ja, je kunt... Deze mag u ook in de zak stoppen. Jongen. Je kunt wel een Groningen hart hebben, maar je moet toch eerst zorgen dat je financieel alles goed op een rijtje krijgt, voordat je dus weer naar de Eredivisie teruggaat. Maar je moet toch, wil je financieel, dan moet er toch publiek komen, die moeten dan betalen, en die club moet die moet in de vuil... Dan moet je wat... Ga je toch niet in een achterafkamertje voetballen, dan wordt het nooit meer wat. Dan moet je wat goed aan je opleiding doen van de jeugd. Je moet doorstromen naar A toe, werk daar gewoon 2-3 jaar aan. De jongens zijn 3 jaar verder, zijn 21, 22 jaar. En dan kun je een fantastisch elftal er op de been zetten. Tegen die tijd is iedereen op zijn Groningen vergeten. En kopen, dat kan niet. Want daar zijn de middelen niet voor. En dan heb je daar niks te zoeken. Dus ze moeten eigenlijk niet direct promoveren. En ik vind gewoon aan de opleiding werken. En als ze dus Huizing toch wel van de contracten, dat zegt niks. Ze zijn niet weg, dus... Klaar, je kunt er nog in werken en dan... Nou, de meneer Grasdijk, wel bedankt. Mannen, ik moet er een eind aan maken, want de tijd is om. Ik vond het een interessante discussie. Ik dank voor uw bijdrage. Oké, dag. Sinterklaas. Dag.